Zoals jullie misschien gehoord hebben, verwachten we dit jaar voor het eerst een dierrijke jonge olifantje. Touyenné is nu iets meer dan een jaar zwanger en aankomende zomer zal het ter wereld komen. Erg spannend natuurlijk voor ons. Nog spannender is, we gaan vandaag een echo maken, zodat we goed kunnen zien of het babyolifantje goed gegroeid is, alles erop en aan zit. En nog leuker natuurlijk, over een maandje of 7-8 loop je op het mooie veld een moeder met een babyolifantje. Vandaag is er uit Duitsland een dierenarts gekomen met speciale apparatuur om een echo van de dikke buik van Touyenné te maken. Niet net als bij mensen kunnen we het hele plaatje zien, maar wel stukjes. Dus hopelijk zien we genoeg hoe dat er allemaal uitziet. Erg spannend. Nou, net de echo gehad. Alles ziet er goed uit. Mooi het babyolifantje kunnen zien bewegen, ribbetjes kunnen zien. Tot nu toe verloopt de dracht perfect eigenlijk. Nog een paar maandjes wachten en dan hoop dat de geboorte ook goed zal gaan. Vind jij het ook zo leuk en spannend dat wij een babyolifantje verwachten? Volg ons dan op social media voor alle updates over Touyenné.